Een heel goede avond. Een theaterzot, een rebel van het toneel, een dubbeldwarse koppigaard en een werkbeest. Het zijn allemaal koosnaampjes voor de man over wie we het vandaag hebben, Walter Tillemans. Als regisseur bij de KNS en later bij het Raamtheater heeft hij jarenlang gevroed om het Vlaams toneel op internationaal niveau te brengen. Hij introduceerde het werk van Brecht bij ons. Hij bracht soms controversiële stukken op de planken. En, ook al ongebruikelijk, ook jonge acteurs kregen af en toe een hoofdrol. Maar hoe vaak hij ook in de clinch ging met brave directeuren en bange politici, hoeveel keet hij ook schopte binnen behoudsgezinde gezelschappen, het experiment om het experiment keurde Tillemans af. Toneel moet een band hebben met de gemeenschap, vond hij. Amusementstheater was oké, maar dan wel met maatschappijkritiek en vanuit een politiek engagement. Het publiek gaf Tillemans alvast vaak gelijk. De parochie van Miserie, Pakkumstansie en de tuinman van de koning hebben allemaal veel volk gelokt. En wij vertellen vandaag de historie van de gedreven man achter die successen. Het verhaal van Walter Tillemans. Hier, ja. Het eten van de stad. Zij weet niets van het te maken. Ze zit er nog niet, maar die neemt iets op dit moment. Als ze het niet in mijn klein theater. Die zon. En je was altijd. Ik ben opgevoed door mijn grootouders. Mijn moeder is gestorven kort na mijn geboorte. En mijn grootouders waren zo echte Antwerpse volksliberalen. Mijn grootvader was feestbestuurder van de Bloemenkring. Een volksmaatschappij. En ja, ik heb een echte vrijzinnige opvoeding gekregen. Alhoewel ik wel mijn communie gedaan heb, want mijn moeder was katholiek. Maar, en over de pastoor nooit een kwaad woord. Maar ja, dat zijn die eigenzinnige, vrijzinnige Antwerpenaren. Hè. Dat is een ras apart. De dood heeft mij altijd op een of andere manier achtervolgd en 45 met de bevrijding van Antwerpen. Vier dagen na de bevrijding ontplofte er een bus van de Duitsers op 20 meter van mij. En ben ik gered door een weerstander die absoluut zag dat ik dringend naar het ziekenhuis moest. En een wagen die daar stond opvorderde. En een jaar later dan nog als gevolg van de oorlog nog eens een zeldzame beenderziekte gekregen. Dan later nog in het sanatorium in Den Haan aan Zee. Maar een boeiende tijd. Ik heb mijn studies middelbaar niet afgemaakt. En ik heb in die tijd, in het ziekenhuis enzovoort, veel gelezen, ontzettend veel. Zowel literatuur als werken over geschiedenis en sociale bewegingen. Maar toen ik terug in de samenleving mocht komen, toen het zogezegd genezen was, dan zat er bij mij niet meer in om nog naar school te gaan. Ik zag dat niet zitten en dan ben ik gaan werken. Wij kwamen uit die vreselijke oorlog. We hadden veel ellende meegemaakt en wij wilden iets doen. Wij wilden creatief zijn. En daarom hebben wij die vereniging gesticht, de Nevelvlek. Waarom die naam? De Nevelvlek, zegt de Hugo Raas altijd, die zal later uiteenvallen in schitterende sterren. Een nevelvlek die ontploft en dan gaat ieder zijn weg. Dat is min of meer gebeurd ook. Dat heeft een aantal jaren geduurd. Wij waren heel actief. Wij organiseerden voordrachten, tentoonstellingen. Wij hadden het cahier, een eigen tijdschrift. Wij hadden jazzavonden. Wij gaven bal zelfs, want wij hadden geen geld. Wij kregen een frank subsidie. Wij moesten zelf alles uit eigen zak betalen. En zodoende, ja, moesten wij een bal inrichten.
In zoverre dat ze ons op de duur in Antwerpen de Genevelvlek noemden. Omdat die bals nogal berucht waren. Ja, dat was een boeiende tijd. Dat was voor mij mijn universiteit. Het is daar dat ik in die wekelijkse voordrachten... dat er heel veel deuren op de grote wereld zijn opengegaan. En niet onderschatten mijn 2 jaar filosofie die ik gevolgd heb op de Volkshogeschool... bij Leopold Vlam. Fantastische leraar. Wij waren eerder naar de linkse kant. Maar tevens wilden wij ook pluralistisch zijn. In zoverre dat al onze manifestaties gevolgd werden door de BOB. Er waren altijd 2, wij noemden ze Janssens en Janssens, stille aanwezig. In zoverre dat wij die op de duur kenden. En dat die met ons pinten gingen pakken. Maar die waren verplicht van ons te volgen, want ze wisten niet waaraan en waaraf. Waren ze nu extreem links of extreem rechts? En er was ook een toneelgroep in de Nevenvlek en die speelde als allereerste na Parijs de Kale Zangeres van Ionesco en de Les van Ionesco. En toen begonnen ze te repeteren aan Wachten op Godot. En ik ben dan die repetities gaan bijwonen, want dat begon mij heel erg te boeien. En daar heeft de theatervlieg mij gebeten. Walter is dan de bezieler geworden van de toneelafdeling. Door zijn dynamiek, door zijn doorzettingsvermogen, zijn ongelooflijke werkdrift, heeft hij een toneelafdeling uit de grond gestampt. En daar is mijn eerste stuk, De Koningin der Eilanden, gecreëerd. Dus ik begreep... Na een paar jaar, toen was die Nevenvlek ook al, die toneelvereniging, op non-actief. Dat ik een opleiding nodig had. Ik vond dat... En ik was een stotteraar, ik ben dat nog altijd, maar vroeger was dat heel erg. En een toneelopleiding, een acteursopleiding, was uitgesloten. En ik heb dan een brief geschreven naar Terlink. En hem vertelt ja, bon, wie ik was en wat mijn probleem was. En dat ik absoluut vond dat ik in het theater moest kunnen mij ontplooien. En ik werd toegelaten. En ik kreeg een acteursopleiding, maar ook al onder zijn hoede een regisseursopleiding. Ik heb van Terlink heel veel geleerd op allerlei vlakken. Ook hoe die Vlaamse gemeenschap en die Vlaamse... mentaliteit in elkaar zit. Na zijn opleiding wordt Walter Tillemans speldocent aan de studio van het Nationaal Toneel en midden van de jaren 60 huisregisseur bij de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, toen het toonaangevende gezelschap van Vlaanderen. Zijn eerste regieopdrachten worden al meteen een succes, want Tillemans heeft zo zijn eigen opvattingen over hoe een gezelschap moet functioneren. Ik zie nu welke weg ik deel in te slaan. De eer is broos. En om de vriendschap niet te krenken, moet ik vermijden wat achterdocht kan schenken. Ik zal uw vrouw ontwijken en als u mij met haar ziet... Nee, tot spijt van wie benijdt, vermijd haar niet. Mijn grootst plezier is de ganse wereld te trotseren. Ik vond daar eigenlijk een disparaat gezelschap met zeer knappe acteurs, maar allemaal persoonlijkheden die heel moeilijk tot een eenheid te maken waren. Ik kreeg daar wel greep op, dan moet ik zeggen, ik kon daar goed mee werken. Dat werd nooit een groep die een idee had, die een filosofie had. Ik zei altijd, je hebt geen filosofie. Je weet niet waar je met dat theater naartoe wil. Je wil alleen maar succes hebben. Dat is niet genoeg. Je moet ook nog iets te vertellen hebben. Het was een perfectionist. Dus, en het was een man die... Ik heb zelden een regisseur gekend in de KNS... die zo voorbereid naar een lezing kwam... als Walter Tillemans. Dat was picobello. Alles, ook hij zelf. En de techniek, de acteurs en het decor... allemaal stond ten dienste van een verhaal, van een boodschap. Iets dat meegedeeld moest worden. En ik heb dat eigenlijk bij heel weinig regisseurs meegemaakt. Ik heb alles aan hem
te danken. Hij was de eerste regisseur. En ik geloof als je mijn klasgenoten zou spreken, die ons niet liet figureren in zijn stukken. Nee, die gaf ons de hoofdrollen. Want we kwamen in een klimaat waar jij, bij wijze van spreken, 20 jaar in theater, voordat jij eens een rol kreeg. Walter zei, nee, ik cast Bert of Jan of Leo of Charles, die toen allemaal mee naar die KNS gaan. Ik cast die in de grote rollen, want daar heb ik ze voor nodig. Dat vertrouwen geef ik ze. Nou, dat was uniek. Zeg, ik ben gelukkig. Ik ben gelukkig. Ja, ik ook. Ik ook. Wij zijn gelukkig. Wij zijn gelukkig. Wat doen we nu? Die we gelukkig zijn. Wachten op Godot. Hij had dat zo gedacht. Hij had die regie zo gezien. En hij wou dat zo in beeld krijgen. Het maatschappijkritisch engagement van Walter Tillemans is in de jaren 60 ongetwijfeld van marxistische signatuur. Met een duidelijke kritiek op de uitwassen van het kapitalisme dat zich volgens de marxistische Bijbel van de ene crisis naar de andere sleept. Slachtoffer van die ongecontroleerde vrije markteconomie is de arbeider, de kleine man. Deze opvattingen worden in het theater het sterkst verwoord door Bertolt Brecht, een Duits auteur die in het buitenland al bekend was voor de Tweede Wereldoorlog, maar hier in Vlaanderen nauwelijks gespeeld werd. Brecht was voor Tillemans het grote voorbeeld. De zon gaat op en onder en keert naar haar plaats terug. Dat zegt Salomo. En wat zegt Galilei? Eminentie, toen ik zo klein was, stond ik op een schip en ik riep: de oever vaart voorbij. Vandaag weet ik dat de oever onbewegelijk was en dat het schip was dat bewoog. Slim. Hij is de man bijvoorbeeld die hier het man als of het werk van Bertolt Brecht heeft binnengebracht. Met al wat daar rondhangt. Die sociale context, die stijl. Het omgaan met taal op die manier van die mensen. Een Brecht, een Eisler en zo. Ja, dat heeft hij dan toch maar gedaan, hè? Maar ja, mijn hart ging uit naar Brecht, omdat ik dat beantwoordde aan mijn verzuchting naar helderheid. Ik heb ook als ik Shakespeare deed, of Molière, of Hugo Claus, of Walter van den Broek, wat mij fascineerde, was de helderheid brengen in het ingewikkelde, in het mysterie van de relaties tussen mensen. Er is een aanslag gepleegd op de Führer. In een bierkelder in München. Wat zegt u daarvan? Heeft hij nog veel geleden? Hij bleef ongedeerd. De bom is te laat ontploft. Dat moet een goedkope bom geweest zijn. Tegenwoordig is het allemaal massaproductie. En dan zijn ze verbaasd dat je geen kwaliteit krijgt. Zo'n ding is natuurlijk zonder de liefde gemaakt die je vroeger bij handwerk had. Is het niet zo? Maar dat ze voor zo'n gelegenheid geen betere bom kiezen, dat noem ik toch een ernstige nalatigheid. Inceski Krumlov heeft een beenhouwer. Dat noemt u een ernstige nalatigheid dat de Führer bijna door een bom wordt gedood? Ja, maar met een woord als bijna kun je lelijk vergissen, meneer Breschneider. In 1938, toen ze ons in München verkochten, toen hebben we bijna oorlog gevoerd. En daarna hebben ze ons bijna kapot gemaakt omdat we ons koest hielden. En in de Eerste Wereldoorlog al had Oostenrijk bijna Servië overwonnen en Duitsland bijna Frankrijk veroverd. Walter Tillemans wil een breed publiek aanspreken, alle lagen van de bevolking naar de Schouwburg krijgen. Theater ook voor de kleine man, maar dan op niveau. Hij gaat op zoek naar de verhalen die bij de mensen in de volkswijken leven. De zorgen en bekommernissen van de arbeiders uit het Sint-Andrieskwartier in Antwerpen. Hun opvattingen over macht en politiek. Waar jij? Waar komen we naar met je neef? Met je jongpartij? Dat gaat er al zijn.
En dan zullen we onze zakken vullen, juist gelijk als al Daner. En misschien ook Frans beginnen klappen. Ja, en in een kales beginnen te rammen. Oh, en dikke sigaren beginnen smoren. En dikke nekken beginnen te kragen. En strijken. En een neer. Of dat ze stank drinken. En ze zien er nog niet staan. Dat ze verbagen om u met dat. Of ben je van de kerkje wat aan? Ja, je neemt je haar kantro uit zwaar. En alle dagen lekker kiksjes eten. De commerce op de kaas en laag. Rond caviar in de criteria. En champagne, volontijnen, filotax. En escargots. En schorsenijlen. Alles, malle. Draag voor dat dit geen schorsenijlen. Maar als ik dat negeren mag. Oh, het is de middelgoos en ons malle zijn. Ik heb er honger van gekregen. Als wij aan de macht zijn, dan is het volk aan de macht. Voor het volk, daar het volk. Alleen het volk, dat telt niet. Weet je dat? Dat heeft hem in de waarheid geluid. Hier zeg je dan geloven, broerke. Heel juist, mis. Oh, verdomme, met jou kunnen niet klappen, hè. En met jou kunnen niet korten. Kijk, dat is ook zo een misverstand, begrijp je? Omdat ik dus moeilijke stukken deed, had ik de naam een intellectueel te zijn. Mijn God. En er lag een stuk van Jan Christiaans in de schuif al 3 jaar. En dat was al voorgesteld aan alle regisseurs en ze deinsden allemaal terug. Dat was onder de straten als directeur. Ik zei, maar Lode, mag dat nu toch eens lezen? Wat heeft Jan daar gemaakt? En ik las dat. En ik las de verhalen van mijn grootouders. De mythes van Antwerpen. Zotterik en Lange Sander en de staking aan de dok. En de Vierde Wijk met zijn Madonna's en zijn zilverschat. Die armen van de armsten die daar met een zekere solidariteit zich door in het leven bokste. Die Spaanse invloed daar, hè? Want die mensen leefden aan de voet van de citadel in de 19e eeuw. Ik was gebeten en ik zei, dat moeten we doen. En we hebben dat erwerkt en daar veel aan gewerkt. En mee was Van de Velde, geniale man om zulke dingen mee te vertellen. En dat is dus in mijn ogen geen populistisch theater. Dat is intelligent volkstheater. Och, Leopold, wat hebben wij jou misdreven? Ge zijn niet fel begon met waar het volksbestand. Maar in Parijs en toen waren de vol met die teven. Mee ons dagelijks zwiet. Werd dan met rest gekleed. Dan heeft Walter daar zijn schouders onder gezet. En met zijn tomeloze energie heeft hij daar toch een totaal productie van gemaakt. Dat toppers heeft gescheerd. Dat was een enorm bijval. Wij hebben dan ook een drieluik daarvan gemaakt. Want het is niet alleen de parochie van miserie. Dat is gevolgd door de Minerva en dan de droom van Zotterik. Dat is één geheel. Honderden duizenden bezoekers zijn er geweest. Je kunt dat niet voorstellen, maar dat was bijna een hysterie. Men stond aan te schuiven aan de KNS in die tijd en de politie moest daartussen komen, want er was daar herrie, want iedereen wou een plaats kunnen hebben. Natuurlijk heeft hij me dan gevraagd om dan die vanuit mijn stijl, de volkszang, de traditionele zang, de café chantant zang, oude protestliederen van de 19e eeuw en zo. Om in die stijl daar iets mee te doen voor de parochie van miserie. Een stuk ja, dat zich afspeelt in de arme wijk. Hè. Achteraf, duidelijk is, die man heeft mij in het theater binnengesleurd op een heel organische, natuurlijke manier. Ik heb nooit gevoeld, nu ga ik iets doen in het theater. Oh, jongens, ik ga iets maken in het theater. Ik ga het maken, nee. Ik was altijd die gast, die muzikant, café chantant zanger als je wilt. In 1963 veroorzaakte Duitse auteur Rolf Hooghoed heel wat opschudding met zijn toneelstuk Der Stellvertreter, de plaatsbekleder. Het is een felle en emotionele aanklacht tegen de houding van paus Pius XII ten aanzien van de jodenvervolging onder Hitler. De conservatieve katholieken in Vlaanderen schreeuwen moord en brand en willen de opvoering van het stuk verbieden. Werd er niet toe gedwongen. En men wou dat spelen, eigenlijk in KNS, maar er was een oekase. Je kon in Vlaanderen, AVVVVK, over zulke dingen niet spreken. Sartre kon niet gespeeld worden.
Hooggoed ook niet. Dan heeft het fakkeltheater dat gaan doen en mij gevraagd het te insceneren. Toen hadden we nog een groot probleem om daarvoor, om voor de rol van de paus, een acteur te vinden. Want geen enkele acteur durft dat aan. We hebben uiteindelijk Maurice Goossens, een protestant, bereid gevonden om de paus te spelen. Wanneer zal het Vaticaan eindelijk zo handelen dat het ons priesters weer veroorloofd is zonder schaamte toe te geven dat wij dienaars zijn van deze kerk die een naastenliefde het opperste gebod ziet? In gehoorzaamheid, in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid ziet de Jezuïet het opperste gebod, senor Minutant. Ja, in gehoorzaamheid aan God. Gaat u nu eindelijk de Heilige Vader uit de ogen? Tillemans neemt nooit een blad voor de mond en heeft in de loop der jaren al een stevige reputatie opgebouwd als dwarsligger en rebel. Hij werkt graag samen met Vlaamse auteurs, ook als ze tegen de schenen stampen van zijn socialistische geestesgenoten. In 1970 maakt Hugo Claus een nieuwe versie van de Tijl Uilenspiegel-legende. En Hugo had er al een gemaakt, maar hij had een eigentijdse nieuwe bewerking gemaakt. En die noemde hij Tand om Tand. En die bewerking situeerde zich in een denkbeeldig toekomstig Vlaanderen, een onafhankelijke staat, geregeerd door een soortement eenheidspartij en waar alle vreemde invloeden ver werden weggehouden en waar de kerk zich ook bezig hield met popzangers om de goede boodschap te verspreiden, et cetera. Een heel boeiend stuk, heel gedurfd, heel interessant, politiek satirisch. En nog een tweede excuus, ook aan de lichte kant, dat is dat moest het gebeuren dat er mensen geschokt zijn in hun overtuiging of in, ja, men weet nooit waar er gevoeligheden zitten, dan mijn excuus. Is zo bedoeld. Ik had dat gelezen en dat lag al 2 jaar in de schuif van Bert van Kerkhoof, de directeur. En ik zei, kijk, meneer de directeur, ik kan met mijn geweten niet aan overeind dat dat stuk nog altijd in de schuif ligt terwijl ik deel uitmaak van de programmatorische kern die de programmatie van de Schouwburg maakt. We moeten dat stuk absoluut spelen of ik moet me terugtrekken. Ja, dat is ook weer heel moeilijk, heel lastig als je zoiets doet. Dus het werd geprogrammeerd. En we gingen beginnen met repetities. En we hadden pas een lezing gehad. En de directeur hing een bericht uit. Stuk, Tand om Tand, wordt om persoonlijke redenen van het repertoire genomen. De repetities leggen we stop. Kijk, een directeur van een theater kan in mijn ogen nooit om persoonlijke redenen iets doen. Het zou even goed zijn dat een directeur van een museum om persoonlijke redenen de schilderij van Picasso laat weghalen, omdat hij ontdekt heeft dat Picasso met zijn vrouw aan de haal is of zoiets. Dat zijn persoonlijke redenen. En ik heb dus een actie ondernomen met een aantal acteurs, met de zwarte vlaggen en persconferenties. Ik moet eerlijk zeggen dat de pers dat absoluut niet begreep. Nee, ik ook niet. Nee. Tot in de jaren 70 proberen zedemeesters van allerlei pluimage hun mening op te dringen door vooral veel te willen verbieden. In die sfeer zijn de Indianenverhalen ontstaan over de rechtstreekse inmenging van de overheid, het Schepencollege van de stad Antwerpen dus, over wat er wel en niet mocht worden gespeeld in een officiële schouwburg. Plannen. Na de paar dingen die ik heb aangehaald over een soort oekase tegen Sartre en tegen Hooggoed en zo, vanuit de katholieke hoek, hè. Zaken of bijvoorbeeld Tand om Tand, waar ze vrezen dat de Volksunie toen radicaler dan nu de ruiten zou komen uitgooien, de openbare orde verstoren. Heb ik later van dat soort zaken niks meegemaakt. Ik ben ook als directeur van KNS daar niet mee lastiggevallen. Men zou wel zeggen, we zouden eens graag dat zien of dat zien, maar een directeur hoeft daar niet op in te gaan, dat is geen druk. Ik zat toevallig ook op het stadhuis en ik kende het wereldje. Er is nooit geen inmenging geweest in de programmatie. Jamais de la vie. Nee.
van geen enkel burgemeester, van geen enkel schepen. Wel, in de gemeenteraad werden door de oppositie regelmatig interpellaties gehouden over de programmatie van KNS. Dat is dus een grote leugen. Dan kunnen we heel ver teruggaan. Ik zou zeggen, ik zou nu naar namen kunnen grijpen zoals Camille Huismans, die er al borg stond. Camille heeft heel veel gedaan trouwens voor de Koninklijke Nederlandse Schouwburg mogelijk te maken. Daar is altijd gezegd, er is artistieke vrijheid in Antwerpen. En ik zou altijd eens willen een directeur in leven zien die zou beweerd hebben dat de gemeenteraad het repertorium of het college of de burgemeester of de schepen van cultuur zou opgedrongen hebben. Dat is nooit gebeurd. Overigens werden er vragen gesteld in de gemeenteraad die in die richting zouden gegaan zijn. Dan zouden wij gezegd hebben, daar wordt niet op geantwoord. Want wij duiden de directeur aan en wij hebben een financiële verantwoordelijkheid als gemeenteraad. Financiële verantwoordelijkheid is duidelijk, maar wij hebben geen artistieke verantwoordelijkheid. Ja, wij vonden dat een ongelooflijk prachtig stuk en heel actueel. Hè. Hoewel het al honderden, duizenden jaren oud is, hè, misschien wel. Het ging over de vrede, de vrede. En daar hebben we heel veel herrie mee gehad. Daar komen twee naakte vrouwen in, meisjes. De boeren die daarin komen, die droegen grote penissen in stof. In zoverre dat de burgemeester daar echt geërgerd was. Hij zegt, wel lopen die mannen allemaal met die pieten op de scène te doen. Zegt, hij was daar echt in twee naakte vrouwen, dat kon niet. Rond de vrede heb ik een delegatie van acteurs ontvangen. En sommige van de acteurs hadden een bezwaar tegen die kunstpenis. En het zingen van een lied, niet zozeer omwille van, laten we zeggen, het feit dat ze daar op toneel kwamen met een kunstpenis, maar ze dachten dat ze er een beetje ridicuul mee waren. Na een hemeltergend lange bouwperiode verhuisde in 1980 het gezelschap van de KNS Antwerpen naar een nieuw theatergebouw. En die Burla, dat was een oud theater en dan moesten we uit. Hè, en dat kon je niet beter maken, dan moesten ze maar afbreken. En we moesten een nieuwe schouwburg hebben. Iets moderns, gemaakt door architecten die de juiste partijkaart hadden. Hè. Een socialist, een liberaal en een katholiek. In die tijd was dat zo en die maakten daar een gedrocht. Dat noemden ze al wel een gouden bunker. Meneer Haan, is daar voortdurend terugspraak geweest of inspraak geweest vanwege de respectievelijke directeurs van de Schouwburg en ook andere mensen, de artistieke mensen die het theater moeten bedienen? Zelfsprekend. Allen zijn geraadpleegd geweest, bestendig. Als regisseur die reeds 16 jaar aan de KNS van Antwerpen verbonden is, ik weet niet wie de programmatie en de ideeën om dat theater te bouwen, heeft vastgesteld. Wij zijn nooit geraadpleegd, nooit. En toen zei ik aan dat gezelschap, ik zal het nooit vergeten, kijk, dit is een groot moment. Of dat theater nu goed is of slecht, het is een nieuw ding. We moeten ermee werken. En er zal een nieuw publiek komen uit nieuwsgierigheid om te zien wat ze daar nu voor 2 miljard hebben neergepladijst. Zoiets. Toen zei ik dus aan het gezelschap, vertel nu eens iedereen, zet eens op papier of zeg dat, of we nemen dat met band op, wat je graag zou spelen. Welke rol je zou willen zien spelen door die en die kerel, of acteur of actrice. Welke stukken je eigenlijk zou willen zien spelen, welke dingen je belangrijk vindt. Enfin, vertel eens, wat zijn uw dromen met het theater voor deze gemeenschap? KNS-gezelschap. Ik heb zelden zulke gênante stilte geweten. Ik heb die vraag nog eens herhaald. En het was alsof ik met mijn hand tussen ieders benen was gegaan. Ik had een obsceniteit gepleegd. Je vraagt de mensen niet naar hun dromen. Dat blijft geheim.
Tillemans heeft grote plannen met het KNS-gezelschap. Hij wil het uitbouwen tot een hecht ensemble naar buitenlands voorbeeld. Maar tussen droom en daad? Na 20 jaar labeur in de Antwerpse Stadsschouwburg houdt hij het voor bekeken. Omdat ik het niet meer zag zitten. Ik zag zoveel... Kijk, er komt altijd talent van de scholen, van de studio. Dus altijd weer zijn er interessante mensen. Mensen met aanleg. Maar een mens met aanleg, dat is de eerste stap. En dan moet je dat kunnen ontwikkelen in een gezelschap. En die mensen met aanleg kwamen in dat gezelschap. Er werd niet aan talentscouting gedaan. Er werd niet aan gezelschapsopbouw gedaan. En ik betreur dat heel erg. En ik kreeg dat maar niet gedaan dat men zich daar zo mee bezighouden. Men discussieerde maar allemaal met elkaar om samen een repertoire te maken. En eigenlijk was dat een soort parlementair systeem van wekelijkse vergaderingen, chaotisch en waar iedereen het laken als een kant trok. Dat was doodvermoeiend. Hamlet, mijn jongen, leg je duistere gedachten af. Begin jaren 80 begint Tillemans aan een nieuw avontuur. Wat hij niet kan realiseren binnen de veilige muren van een officieel en dus door de overheid gesubsidieerd theater, zal hij zelf uit de grond stampen. Ook letterlijk. Het is de gang der dingen. Met de hulp van A Little Band of Brothers. Ja, ja, mevrouw. Het is iets normaals. Maar waarom lijkt het bij jou iets speciaals? Lijkt het? Nee. Ik ken geen lijkt het. Het is... En ik was intussen al begonnen met het raamtheater in de marge van mijn activiteit in KNS. En ik heb dan gezegd, ja, gedaan, ik ga dat raamtheater helemaal uitbouwen. En hoe moeilijk ook het allemaal is, ik heb daar 2 instrumenten voor gemaakt, het kleinraamtheater en het raamtheater op het Zuid, tegen heug en meug. Toen heb ik gezegd aan de minister, ik begin nu nieuw ensemble raamtheater van dit ogenblik. Ik weet nog zeer goed, de minister zei, je begint niet, hè. Begrijp je? Men is niet geïnteresseerd. Men echt waar. In de diepte is men niet geïnteresseerd. En bon, ik heb dat gedaan en ik heb een VZW gemaakt en ik heb theaters uitgebouwd zonder enige overheidssteun. Het zal mij een zorg wezen wat de Vlaamse gemeenschap nu allemaal probeert te herstellen achteraf. Maar ze heeft zonder enige geldelijke steun heb ik die 2 theaters gemaakt. Hoe? Zoals dat moet. Als een little band of brothers. Als mensen die zich als theatermensen aangesproken voelden door het werk wat we daar deden. Die enthousiast waren. Dat was een little band of brothers. Waar je de slag van Azincourt mee kunt winnen. Zei Shakespeare. Zoiets. Nou, zo gaat dat toch. Eigenlijk heb ik me daar kapot gewerkt. Maar ik zou liegen dat ik het op dat moment zo ervaren heb. Ik vond dat zalig om te doen. Sakkerend en vloekend, want zoals vader het wilde, moest het wel uitgevoerd worden. Dus, maar ik had zelf ook, moest die plafond grijs worden, Bert maakte hem grijs. Zou het paars met gele noppen, ik had het paars met gele noppen. Nou, dat goed. Die man is zo bezielend, kan zo'n energie overbrengen naar anderen, dat ik mij perfect kan voorstellen dat hij zelfs mensen zou kunnen bewegen tot de Ark van Noah opnieuw te bouwen. Allee. Deze catchering is eigenlijk wel het symbool van de situatie waarin Nieuw Ensemble Raamtheater zich bevindt in het Vlaamse theaterlandschap. Wij proberen een publieksgericht en artistiek interessant repertoire te maken met jonge spelers, en er mogen voor mijn part ook oudere spelers bij komen, die alle middelen van het theater en van het spel en van de speler en de kundigheid, de acrobatie, het vocale,
alles aanspreekt wat met het theater te maken heeft. En dat met het oog om een publiek te winnen voor het theater. En liefst een breed publiek. En helemaal weg te keren van een elitaire, ivoren toren-achtige navelkijkerij. Voor een nieuwe productie, Pak 'em Stanzi, hadden ze liedjes nodig. En ik heb toen een zestal nummers geschreven voor Pak 'em Stanzi. En dat was het begin. En de jaren die daarop volgden, heb ik denk ik gemiddeld 2 stukken per seizoen van muziek voorzien. Wat soms wel eens frustrerend kan zijn als je met Walter werkt. Ik kan het best vergelijken met als je een puzzel wilt leggen. En hij zegt, ga je mee met mijn puzzel leggen? Ja, dat is goed. En je hebt al 2 hoekjes klaar en je hebt een stukje blauw van de hemel met een vogeltje in. En dan zit hij al te springen om je onmiddellijk al die andere puzzeltjes op hun plaats te leggen. En dan kun je soms denken, ja, ik had liever zelf gezocht. Dat is plezieriger van een puzzel maken. Maar Walter denkt waarschijnlijk, ja, het zoeken naar hoe dat die puzzel in elkaar zit, dat interesseert niemand. Iedereen wil zien hoe schoon dat die puzzel is, dat ze maf is. Die schravers, godverdomme. Als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Die schravers met hun boeken. Wat weten die eigenlijk? Wat weten die van de mensen? Wat weten die van het volk? Van Marvel en Siska? Van Vers en Moderland? Niks weten die. Die hele wereld van de kloeten. En daar zitten we te schraven. De schraven om te blaren. In plaats van hun plicht te doen. Gelijk als ik. Ze moesten hun godverdomme in een bak stoppen allemaal. Plicht. Siska, plicht. Ik heb nu de tuinman van de koning. Dat heb ik 300 keer gespeeld in Vlaanderen. En op de laatste vertoning zat nog met zijn boekje. Vergeet te vaak. Maar dat kan juist zijn, omdat een voorstelling die zo lang loopt, er gaan bepaalde dingen aan de andere kant uit. En dat mag dus niet. Als een reeks aan het lopen was. Alles was al voorbij, première enzovoort. Zat hij nog elke dag in de zaal notities te nemen. Voor elk foutje, elke vergetelheid. Hoe dan ook schreef hij op. En dan daarna riep hij iedereen bijeen op de scène. En dan werd er een bolwassing gegeven. Dat, ik had soms echt medelijden met acteurs. Walter heeft ook de onhebbelijke gewoonte om zelfs mensen die hij al 30 jaar kent, Dingske te noemen. Dus je staat dan op een plateau ergens te repeteren en dan dat moet stiller of dat moet luider, Dingske. En je weet dat. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat heel vervreemdend vinden om ineens door iemand die vaak jonger is dan zijzelf, Dingske genoemd te worden. Ik heb het meegemaakt op de Groenplaats, dat wij zaten te werken. Het was een snikhete dag. En we zaten daar met een probleem. Er was een zak in het stuk, noemen ze dat. En dat ging maar niet. En ineens kwam daar een vrouw voorbij, een stuk. Ik heb er nooit zo'n mooie gezien. Prachtig, prachtig. Decolleté en kort rokje, hoge hielen. En die gooide naar eigen. Ik zeg, Walter, dit is Walter. Maar man, zegt hij. Hij stotterde zo'n beetje. Hè. Man, wat van je toch aan? Hier moet je zijn. Hier moeten wij werken, niet daar. Ja, zo is Walter. Walter vergeet ook de wereld rond hem als hij met theater bezig is. Ik weet nog dat we met Walter, met Bert André en ikzelf, gingen we tijdens een break in de repetitie gingen we naar de GB. Op de Groenplaats. Want hij had accessoires nodig voor Midsomernachtsdroom. Daar komt een stuk binnen het stuk in. Dus de handwerklieden die gaan een stukje opvoeren voor de koning. En die handwerklieden die moesten zich volgens Walter vermommen met dingen, attributen, huistuin- en keukenattributen. Dus we staan daar in de GB en Walter heeft Bert André al een vergiet op het hoofd gezet. En staat daar zelf met zo'n plastic vloermat omgebonden en een ontstopper in zijn rechterhand. Bert, jongens, kijk eens. Dat is toch... Oh, goed. Ja, neemt jij nu daar die pollepel nog eens? En ondertussen staat dus de verkoopster op de achtergrond. Met verschrikte ogen de directie te bellen van... Jongens, we hebben hier 2 loslopende gekken. Maar dat vergeet hij gewoon.
Ja, Walter heeft een apart soort humor, maar dat komt ook omdat hij een zeer snel denker is. Hij denkt 10 keer sneller als wij. Hij verwacht dat waarschijnlijk ook soms van ons. Je kunt een brochure krijgen op het einde van de dag. En Walter kan u 2 uur daarna opbellen, terwijl je gewoon je avondeten aan het klaarmaken bent. En kindje, wat vind je ervan? Alsof je al de tijd zou gevonden hebben om het te lezen. Maar hij... vindt hij een tijd? Waar, weet ik niet. Walter is zeker een... hoe zeg je dat? Gezegend met een flinke dosis esprit de contrarité, als je dat zo zegt. Ja, dat denk ik wel. Als iedereen zegt zus, dan zegt Walter wel zo. Dat is niet iemand die de verzoening en de harmonie opzoekt. Nee, echt discuteren. Walter wou altijd gelijk hebben. Verzwaarder was niet... En hij had dan zo een speciale manier van spreken. Dat zei, man... Daar weet jij niks van. Ik weet dat. Ik ben de regisseur. Hij wilde zijn wil doordrijven. Maar ik vind dat theatermakers, dus regisseurs, leiders, die moeten dat ook in. Eigenlijk moeten dat hele ambetante mensen zijn. Anders gaat het niet. Je kunt niet. Dat moet een kapitein op dat schip zijn die zo gauw er storm is, de moed heeft om te zeggen, die mast wordt doorgezaagd en die donderen we de zee in. Anders gaat het niet. Democratie in kunst, dat is een heel moeilijke zaak. En ik denk zeker in acteren, waar je te maken hebt met een aantal meningen en individuen. En ja, uiteindelijk is het toch de voetbaltrainer die zegt, jongens, we gaan zo spelen en dat is de tactiek. Wel nu, wat deed de nationale ploeg van Canada als ze een vrij schop in hun voordeel kregen? En de tegenstander zit in een muur. Dan zitten zij zelf er nog eens een muur voor om hun tegenstander te hinderen bij het hinderen van degene die de vrijschop moest nemen. Zeg dat niet waar is. Toch, toch. Het Stedelijke Toneelgezelschap van Antwerpen heet nu nog KNS, Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Met Walter Tillemans aan het hoofd wordt dat officieel Ensemble KNS Raamtheater. Walter Tillemans heeft immers een samenwerkingsverband bedongen met zijn eigen gezelschap. Wat ik probeerde in dat samenwerkingsverband was... die 3 theaters, het grote theater nog, die ongelukkige bunker, het raamtheater op het zuid en het kleinraamtheater, instrumenteel ter beschikking te stellen van een groot gezelschap. En niet een kleine groep mensen, zoals het raamtheater alleen, maar ook de mensen, waardevolle acteurs van KNS daarbij. En het publiek vond dat blijkbaar heel interessant, omdat ze plots acteurs, die ze alleen maar op die grote bühne had zien spelen, zag optreden in die kleinere bühne. Maar op die grote bühne heb ik mezelf overschat. Lange, nare nacht, lome nacht, kort je uren in. Kom, klaarte uit het oosten. Dat ik terug kan naar Athene. Ik zal je wiegen in mijn armen. Elfen, ga weg. En blijf weg. Kijk. Zo pakt de witte winden zachtjes de zoete kamperen. Gedurende meer dan 40 jaar heeft Tillemans gewerkt, gevroed en gevochten om het Vlaams theater op internationaal niveau te tillen. Tillemans, een begenadigd doordrammer of een verrekte gelijkhebber. Wat ben ik dol op je. Walter lokt heel extreme reacties uit omdat hij totaal, om het in het Duits te zeggen, rücksichtloos is. Dus die voorstelling, dat is werkelijk het enige waar hij mee bezig is. En iedereen, en eigenlijk zichzelf ook, dat zijn allemaal pionnen die niet ontzien moeten worden. Maar hij heeft nooit het kleinburgerlijke spel meegespeeld van wat men vernieuwing noemt. Namelijk de vernieuwing van het vormpje. Hij is nooit in een vormpje blijven steken. Hij is echt soms die zijwegen ten einde gegaan. En altijd maar opnieuw. En vechten, want hij heeft moeten vechten hoor. Ze hebben hem het niet gemakkelijk gemaakt, omdat hij dat spel niet meespeelde. Het enige wat nieuw is in het theater, naast dat fantastische samenkomen van mensen
rond een voorstelling, rond een idee die gedragen wordt, belichaamd wordt door acteurs en waar ze in samen zijn in tijd, in ruimte, in actie, is het licht. Het elektrische bestuurbare licht. Door dat licht kunnen we alle mogelijke architecturen en klimaten en ruimtes oproepen die het theater ook helpen in zijn poëtische uitstraling. Ik kan hem wel hebben, omdat ik vind duidelijkheid en ik heb geen problemen met mensen die te veel naar zich toe trekken, zolang je het gevoel hebt dat ze ook weten waarover ze spreken en dat ze weten waar ze naartoe willen. Ik ben altijd gefascineerd door een schitterende voorstelling, als ik dat zie. Hè? Schitterende acteurs, fantastisch intelligente acteurs, of met een waarachtigheid. Maar dat overkomt mij vrij zelden in mijn eigen land, jammer genoeg. Omdat we die spelcultuur niet hebben. Hij was anders dan de anderen. 1000 hoeven ze men slaan, stampen, vertrappen, hij gaat eraan. Die excentrieke enkeling bijdelde geen verandering. Want de keuze geeft ons macht, deze wet is onze kracht. Het portret van Walter Tillemans was het slot van onze reeks Tegen de Keer. De komende weken vertellen we Congolese histories. Voor de eerste moeten we terug naar de zomer van 1897. In Tervuren konden de Belgen zich toen gaan vergapen aan echte zwarten. Rond de parkvijvers werden 3 Afrikaanse dorpen nagebouwd. Daarin moesten de zwarten hun leven thuis naspelen. 267 Congolezen werden zo hier naartoe gehaald en op de koloniale expositie tentoongesteld. Net als dieren in de zoo. Maar het evenement was slecht georganiseerd. En vooral de zomer van 1997 was koud en nat. De Congolezen werden ziek en 7 van hen stierven. Toen ze inscheepten, wisten de meesten niet waar de reis naartoe zou gaan. Wij kijken volgende week terug op hun tocht en op hun verblijf in dat vreemde land, België. De historie van een fatale reis. Heel graag tot donderdag. Verzekerd in het verkeer. Met de autoverzekering van de Vaderlandse. Misschien zijn